Zo op het eerste gezicht lijkt een berg stil te staan. Als een foto. Maar als je goed kijkt, van dichtbij en geduldig, wordt een berg een film. Bergketens zijn de watertorens van de wereld. Het water dat er valt als regen of sneeuw stroomt naar de dalen en voedt daar land, dier en mens. Onderweg slijpt en schuurt het water de rotsen tot keien en zandkorrels. Het is de beeldhouwer van de bergen. Dit is zo'n beeldhouwwerk, de Himalaya. Het is het werkgebied van professor Dr. Walter Immerzeel, berghydroloog aan de Universiteit Utrecht. Wacht hij al? Ja. Ja. Van achter zijn bureau in Utrecht, op 5 meter boven zeeniveau, bestudeert hij de Himalaya. Een paar weken per jaar is hij hier. In een tentenkamp op 4980 meter hoogte. Het kamp bestaat uit 5 slaaptenten, een keukentent, een eettent en een wc. Ja, zo nice. Het biedt plek aan 5 wetenschappers, 3 gidsen, 3 koks en 13 dragers. Thank you so much. No, Walter. Walter is hun expeditieleider. Hij komt hier al 11 jaar, in de Langtangvallei. Hemelsbreed 61 kilometer van Kathmandu, maar 5 dagen lopen van de dichtstbijzijnde onverharde weg. Only one there, huh? Oh. It's a problem. Otherwise, we just step it on, we take it out. Okay. I don't know if this is strong enough. Strong enough? Chicken. Yeah. Strong enough? No, what is it? This is a pluviometer. Dus dit is een heel nauwkeurig weegschaal. Dus die meet elke minuut hoeveel gewicht er in die emmer zit. En daarmee kan je dus de totale hoeveelheid neerslag meten. Die valt zowel snel als regen. En hiermee begint alles, met regen en sneeuw. En vanaf daar kijken hoe, hoe de sneeuw smelt, hoe sneeuw gletsjers laat aangroeien, hoe gletsjers naar beneden stromen, hoe het ijs daar smelt, hoe regenwater in de bodem infiltreert, hoe bodemwater naar het grondwater gaat en hoe dat allemaal uiteindelijk samenkomt in de rivier. Elk vlokje sneeuw, elke druppel water zou ik willen volgen van het moment dat het hier valt, totdat het ver daar beneden in de rivier zit. Om die sneeuwvlokken en regendruppels te volgen op hun weg naar de rivier, heeft Walter 218 meetinstrumenten geplaatst op 62 verschillende locaties. Zie hem al? Ja, hier is hij. Ze meten neerslag, temperatuur, luchtdruk, luchtvochtigheid, windsnelheid, grondwaterstand, bodemvochtigheid, sneeuwhoogte, sneeuwdichtheid en zonnekracht. De hoogste staat op 5351 meter. Two percent, 3%.
If you want, we can put it now on top for a while. Waarom volg je dat water? De voornaamste reden is dat we willen voorspellen hoeveel water komt er nou uit de bergen. De bergen noemen we de watertorens. En dit gebied is super gevoelig voor klimaatverandering, omdat je zulke hoge, grote hoogteverschillen heeft. Dus ja, een kleine temperatuurverandering heeft gelijk heel veel impact. Wat dan? Nou ja, als je mensen hebt die dichtbij gletsjers wonen, die zijn direct afhankelijk van die specifieke gletsjer. Als je hier beneden kijkt, is een waterkrachtcentrale vlakbij het dorpje waar wij ook waren. Als die gletsjer smelt, hebben ze geen stroom meer, heeft de hele dal geen stroom meer. Dus dat is een hele directe impact. Maar de Himalaya is natuurlijk gigantisch, dus duizenden kilometers. Maar als je dan kijkt naar de grote rivieren die de Ganges voeden, dan gaat het om miljoenen mensen die in die vlaktes beneden bij de Ganges wonen. Dus wat jij hier meet, gaat over miljoenen mensen? Nou, indirect wel ja, want wij gebruiken al die metingen om onze modellen beter te maken. En je hebt modellen nodig om dat op grote schaal te doen. En als je steeds beter die processen leert begrijpen, worden die modellen steeds beter in voorspellen hoe het gaat veranderen in de toekomst. En bijna niemand onderzoekt dit echt op deze grote hoogte. En dat is toch waar het naar mijn mening allemaal gebeurt. En waar de grote veranderingen zich voltrekken. Dus dat vind ik gewoon super fascinerend. Aan de ene kant het belang van het water. En aan de andere kant dat bijna niemand hier onderzoek naar doet. Door de rivieren van de Himalaya stromen afhankelijk van het seizoen tientallen miljoenen liters water per seconde. De data die Walter hier verzamelt, stopt hij thuis in modellen. Die modellen kunnen voorspellen hoe de hoeveelheid water, het drinkwater van een miljard mensen, de komende 100 jaar gaat veranderen. En daarbij geldt: hoe gedetailleerder de metingen, hoe nauwkeuriger de voorspellingen. Zeker. Dus we vliegen die drone om een hoogtemodel van dit hele gebied te maken. Ze maken heel veel foto's en die overlappen allemaal. En dan met speciale software kunnen we dan straks heel nauwkeurig een hoogtemodel daarvan maken. We doen hier een studie naar grondwater. Dus dan maken we een heel nauwkeurig model van de grondwaterstromen. En dan heb je natuurlijk ook, ja, je moet precies weten hoe hoog elk deel is, zodat we precies kunnen herleiden waar het water allemaal vandaan komt. En kan het niet met satellieten? Ja, dit kan ook met satellieten. Alleen de satelliet, de beste beelden die je hebt, krijg je een hoogtemodel van misschien 3, 4 meter resolutie. En met dit krijg je echt centimeter resolutie. Hoeveel foto's maak je? Nou, ik denk een stuk of 60 voor per vlucht of zo. Als die naar boven, dat is wel goed. En dan doen we dat in 4 vluchten. Dus we hebben iets van 200 foto's die we dan allemaal met elkaar matchen. En met die paal daar achter ons, daar doen we dan DGPS-metingen mee. Dus hele nauwkeurige GPS. En uiteindelijk, als we dan al die foto's aan elkaar hebben gemozaïekt, dan kunnen we die coördinaten heel precies gebruiken om die beelden te corrigeren, zodat het ook echt ligt op de locatie waarvan we denken dat het zou moeten liggen. Hoe groot zijn de Himalaya? Die zijn een paar duizend kilometer bij een paar honderd kilometer. Dat zijn heel foto's. Nee, dus als je dat op grote schaal wil doen, dan moet je inderdaad wel naar satellietbeelden en met de beperkingen van die. Maar dit is wel super cool, omdat je in één zo'n valleitje helemaal leert begrijpen en precies leert hoe dat gaat met grondwater en bodemvocht.
één valleitje helemaal begrijpen, betekent alle valleitjes een beetje beter begrijpen. Een heel gebergte een beetje beter begrijpen. Alle gebergten ter wereld een beetje beter begrijpen. Elke steen die hier ligt is door het water afgebroken van zijn rots en door het water naar zijn nieuwe plek gebracht. Hij zal er maar tijdelijk blijven, totdat het water hem opnieuw verplaatst. Oké. Walter, wat bouwen jullie? Wat wij bouwen is een soort opstelling waar een soort camera op komt. En met die camera kijken we naar die puinwaaier. En die neemt elke 2 uur een foto. En op basis daarvan kunnen we dan zien. Ja, er komt eindelijk de camera aan. Dus komt de timelapse camera en die kijkt naar die puinwaaier. Wat doet een timelapse camera? Die maakt elke, als je ook instelt, elke uur of elke 2 uur maakt hij een foto. En dan na een jaar komen we weer terug. Dan zijn we een hele serie van die foto's. En dan kunnen we als het goed is helemaal zien hoe dat naar beneden beweegt. En met welke snelheid en wat voor soort, hoe groot die rotsblokken zijn die naar beneden worden getransporteerd. Die sedimenten komen uiteindelijk beneden terecht in de rivier. En als er dan vervolgens een hele intense regenbui komt, dan kan er wat we een debris flow noemen ontstaan. En dat kan heel veel schade beneden strooms veroorzaken. Dus wij willen eigenlijk kijken naar alle mechanismen die nou die sedimenten boven strooms produceren. En dan proberen dat te meten en in de vingers te krijgen. Natuurlijk is het een enorm belang, maar je doet dit werk niet als je ook niet gewoon enorm gefascineerd bent door de grootsheid en de wildheid van de bergen en het avontuur om hier met z'n allen met zo'n groep te zijn. En dat je dan ook nog probeert om zinnig werk te doen in zulke omstandigheden. Af en toe is het zwaar, je slaapt slecht en het is heel zwaar om omhoog te lopen. Maar als je dan overdag op dit soort plekken bent en de contrasten met bijvoorbeeld als je 's nachts ligt te bibberen in je tentje en dan de enorme wijsheid en pracht van de bergen overdag, dat is gewoon geweldig. Over 25 minuten zal het kamp zijn afgebroken. Over 5 dagen zal Walter weer achter zijn bureau zitten, 4975 meter lager, om daar zijn bergmodellen verder te verbeteren. Elke timelapse-camera zal tegen die tijd 35 foto's hebben gemaakt. Nog eens 2373 foto's later zal hij hier terugkeren, om nog preciezer te kunnen zeggen hoe over 100 jaar het water zal stromen en het de stenen zal verplaatsen. Hoe de film van de bergen verder zal gaan.